Goedenavond. Mijn gasten van vanavond zitten zelden om een woordje verlegen. Nou, in herexamen moet je gewoon het goede woord op het goede moment geven. Koud kunstje, lijkt me zo, voor de presentatoren in klas B en de stand-up comedians in klas A. Stand-up comedian en cabaretier Marc-Marie Huibrechts heeft veel middelbare scholen van binnen gezien. Hij is uiteindelijk geslaagd met goede cijfers voor Engels. Marc-Marie heeft op de HAVO altijd een hekel gehad aan sport. En daardoor bijna automatisch aan alle sportleraren. Ook wiskunde was niet voor hem weggelegd. Nee. Stand-up comedian, acteur en presentator Howard Komproe heeft geen goede herinneringen aan het vak economie op de MAVO en HAVO. Daar bakte hij niks van. Wel vond hij Engels een leuk vak. Zijn middelbare schooltijd bracht hij toch het allerliefst voetballend en uitgaand door. En, niet te vergeten, met het proberen indruk te maken op de meisjes. Stand-up comedian en tekstschrijver Jan-Jaap van der Wal volgde het gymnasium in Leeuwarden. In die jaren heeft hij veel opgestoken van Latijn en Grieks. Dat geldt niet voor wis- en scheikunde, daar bracht hij nooit veel van terecht. In 1997 deed Jan-Jaap eindexamen en koos hij voor de studie vergelijkende kunstwetenschap, woord en beeld. Zo. Marc-Marie Huibrechts? Ja, Inge Diepman. Ja, aangenaam. Ja. We gaan het leuk hebben, hè? Ja. Ja, dat dacht ik al wel. Je hebt volgens mij, als ik het goed bekeken heb, je cv ook bij het Zuidelijk Toneel gespeeld. Dus wat zware gezelschappen. Toen dacht ik, zou die Marc-Marie zich echt aan de tekst hebben gehouden? Ja, ja, heel erg. Alleen ik herinner me één toneelstuk bij het Noord-Nederlands, met Henk van Ulzen, die het zelf ook heel erg leuk vindt om dingen los te laten en dan maar wat gaan doen. We hadden één scène met z'n tweeën en hij probeerde elke avond om mij van de wijs te krijgen en ik hem. En dat lukte af en toe. Ja, wat was de stand ongeveer? Nou, hij lag wel voor, moet ik eerlijk zeggen. Hij was van, ja, het is een oude rol natuurlijk. Ja. Howard Komproe, wat een lieve foto. Ja, nou ja, laat je niet misleiden. Nee, dat dacht ik al wel. Ja. Dat is nog steeds zo, hè? Lieve glimlach, maar ondertussen. Ja, precies. Was je een doerak op school? Ja, ik was wel erg eigenlijk. Te erg? Nou, te erg niet, want het is nooit goed, hè? Maar ik was wel erg. Erg met CH, laten we het zo zeggen. Dat reken ik niet goed vanavond. Jan-Jaap van der Wal? Hallo. Was jij dus... Hallo. Aangenaam. Was jij ook de spreekwoordelijk leukste van de klas? Als je stand-up comedian wordt. Ja, nou, dat viel me mee. Ik was altijd degene die dan heel lang wachtte. Dan één opmerking deed en die was dan gewoon raak en goed. Maar niet altijd mijn mond open. Zo was het niet. Nou, dan erin. Gewoon goed timen en dan meteen de hele klas dubbel en dan snel weglopen. Gaat het vanavond ook om? Ja. Nou, dat snel weglopen overigens niet. Nee, oké. Okay, maar dan ga ik kijken of dat lukt. Succes. Jan-Ja van der Walk, Howard Komproe en Marc-Marie Huibrechts. En ze nemen het op tegen deze drie mensen uit klas B. Als presentator Ruud de Wild terugdenkt aan zijn middelbare schooltijd, voelt hij de zenuwen weer. Tekenen en handvaardigheid waren de vakken waar hij niet slecht in was. Uiteindelijk heeft hij de middelbare school op de avondschool afgemaakt, samen met veel moeders. En dat had zijn nadelen, vooral in de Engelse les. Het cabaret, waar Claudia de Breij naast radio en tv maken veel mee bezig is, boeide haar al op de middelbare school. Helaas ten koste van de cijfers en de studievoortgang. De conrector vertelde Claudia's ouders dat hij zo genoot van de energie die Claudia in de schoolkrant en de kerstmusical stak. Toen op een dag een lerares dacht dat ze de nieuwe stagiaire was, wist ze dat het tijd was om snel haar diploma te halen. Radio-dj Daniel Dekker was in zijn examenjaar van de HAVO in Amsterdam veel te druk met muziek en met werk in een jongerencentrum om zich op het examen te storten. Voor maatschappijleer en Engels was hij wel te porren, want dat vond hij leuke vakken. Hij was goed in Nederlands. Ruud de Wild, een hele populaire discjockey, ook onder moeders. Maar met moeders Engelse les, dat vond je niks? Ik ken alle breipatronen van 1989, 88. In het Engels? Ja, nee, die hadden het, tijdens die anderhalf uur Engelse les alleen maar over breipatronen uit Margriet, Libelle, Viva. En toen ben ik maar weggegaan. Nou, dat is wel kennis die je toch af en toe wel kunt gebruiken, lijkt mij. Ja, ik kan heel leuke jurkjes maken nu. Claudia de Breij, 8 jaar middelbare school, hè? Ja. Zullen je ouders gek geworden zijn van je? Ja, die hebben het zwaarder gehad dan ik daarmee, ja. Maar jij vond het dus blijkbaar zo leuk dat je er niet weg wilde? Nou, dat was ook een beetje prestige van toen ik de MAVO had. Dacht, nou, dan doe ik de HAVO ook. En toen wilde ik dan per se VWO ook nog wel daar. En ik was nog niet klaar met cabaret daar doen en zo. En nu nog even herexamen erachteraan. Ja. Ja. Daniel Dekker, wat was nou de hit in jouw tijd, de middelbare school? Nou, heel veel hits.
Ik luisterde alleen maar naar hits. Dus er waren allemaal, ja, het was toen een beetje de discotijd, weet je wel. Sister Sledge, Michael Jackson kwam toen net en zo. Dat is allemaal erg interessant. De liefde hou je ook. Ik heb die school precies andersom gedaan, dus ik ben bij het VWO begonnen toen de HAVO. Ik geloof toch dat ik liever haar gang prefereer. Maar mijn is ook zo begonnen en weer teruggegaan. Ik ben ook op VWO begonnen en naar MAVO gegaan. Dus. Dat is wel heel vreemd allemaal. Nou, ik ben benieuwd hoe jullie het eraf brengen deze avond. Succes, Daniël Dekker, Claudia de Breij, Rutte Wild. Spelers krijgen vragen over verschillende vakken. Drie duels worden er uitgevochten in deze eerste ronde steeds. Neemt iemand van klas A het op tegen iemand van klas B. Drie vraagstukken krijgen ze voorgelegd. Drie vragen over drie verschillende vakken. En ik reken 2 punten voor elk goed antwoord. Mark-Marie, jij mag als eerste. Samen met Ruud. En die kijkt volgens mij alsof die denkt weer een breipatroon. Succes, beide heren. Eerste vak, economie. Wat ontvangt een handelaar die foutieve goederen terugstuurt van zijn leverancier? Creditnota, kwitantie of een retour? A. Ah, ja, is goed. Ja, goed hè. Ja. Engels, wat betekent de uitdrukking hold your horses? Hou je mond, niet zo haastig of paard voor de wagenspannen? Let op de tijd hoor. Mark-Marie? Mark-Marie? Ja, oh, sorry, ik dacht dat hij nu moest. Ik dacht dat Howard en jij nu was. Ja, dat weet ik wel dat dat B is. Oh, sorry. Jij dacht niet zo haastig, dacht je. Ik ga er even nee, bij zat zitten. Nog, ik denk, nou Howard, ik zal afschieten, want het is er echt afgelopen. Echt waar? Het zal wel echt waar zijn, maar ik... Ja, maar je mag er nog eentje. En dan geldt niet hou je mond, hold your tongue, maar drukken, hè? En iets zeggen. Ja, maar ja. Biologie. Mark-Marie Huibrechts is aan de beurt, samen met Ruud de Wild. Biologie. In welke klier bij de vrouw wordt het follikelstimulerend hormoon gevormd dat de eisprong stimuleert? Nou, Mark-Marie. Denk even terug aan die Engelse les, Ruud. Bijneer hypofyse schildklier. Schildklier in het Engels weet ik niet. B en... C. Het is B. Hypofyse. Ja, zie je wel. De schildklier zit in je keel. Ja. Ja, daar heeft Mark-Marie dus blijkbaar toch meer verstand van. Ja. Howard, jij mag nu. Oké. Okay. Ja. Ik ben. En samen met Claudia. Okay. Succes beiden. Voor jullie ook een eerste vraag. Economie. Hoe wordt het economische systeem van de vroegere Sovjet-Unie genoemd? Gedecentraliseerde economie, planeconomie, gemengde economie. Beiden goed, planeconomie. Duits, wat is een populair Duits woord voor geld of poen? Pfeife, kolen, moekevoek. Dat wist u allebei, hè? Ja, is het is gewoon bij of zo, wel eens gehoord, geloof ik. Ja. Albert? Nou, voor mij was het een kleine gok. Nou, een kleine gok, ja, goede gok. Met gokken kom je in heel eind, kolen. Letterlijk vertaald is het steenkool, daar kun je niet bepaald mee betalen, maar figuurlijk betekent ook wel geld. Laatste vraag, geschiedenis. Hoe heette de groep adviseurs rond president Roosevelt en zijn New Deal? Brain Trust, Founding Fathers of the Carpetbaggers. Claudia, je hebt het goed. Ja. Yes! Jan-Jaap, ja. Jij mag. Ja, ik heb het systeem nu in de gaten. Je hebt het nu in de gaten? Ja. Oké. Okay. We gaan ervoor. Nou, dat is wel handig bij dit spel. Uh-huh. Daniël, die heeft het al lang in de gaten. Ik ga ook drukken. Oké. Okay. Economie, eerste vraag. Hoe heet de curve die laat zien hoe het nationaal inkomen over de personen in een land verdeeld is? Lorentz-curve, Laffer-curve, Engel-curve. Daniël, je wist het, hè? Ja, ik wist het. Jan-Jaap wist het niet. Nee. Maar je dacht, laf, vind ik wel lekker klinken. Ja, weet je wel. Dan ga ik toch voor het leukste antwoord. Ja, dat is waar. Je verloochent jezelf niet. Ja. Frans, wat is de vertaling van hij speelt piano? Il joue du piano, il joue le piano, il joue au piano. C zie ik, het is A. Ja.
Okay, laatste dan. Vraag, aardrijkskunde. Wat is het meest oostelijk gelegen Nederlandse waddeneiland? Het meest oostelijk gelegen Nederlandse waddeneiland. Schiermonnikoog, Rottumeroog of Rottumerplaat? B en C. Je ziet er gekleurd uit. Je zou denken, ze reisje naar de Waddeneilanden geweest, maar niet naar Rottumeroog. Nee. Yes! Is er wel een eiland voor je? Is een onbewoond eiland? Dat vind ik wel iets voor stand-up comedian. Daar ga ik wel eens heen om na te denken. Over wat je bent er nooit meest, dus. Over wat het meest oostelijke Waddeneiland is. En dat is dan Rottumeroog. Jullie hebben beide twee punten. Wat is de stand na één ronde? Klas A, mooie stand. Klas A 10 punten, klas B loopt iets voor 12 punten. Elke klas krijgt vragen over één schoolvak. Ja, we spelen deze ronde per klas, maar individueel. Er mag dus niet gespiekt of overlegd worden. En mocht het vak dat gekozen wordt door de eerste klas nou niet zo bevallen, mag ze het vak weggeven. Dat is wel weer aardig. Klas A, dus Howard, op jouw schouders rust de verantwoordelijkheid om een goed vak te kiezen. Bevalt dit vak of niet? Want anders mag je het weggeven. Nee, natuurlijk niet, denk ik. Nee. We zijn een beetje bang voor de natuur. We zijn vrijgevig. Ja. Wordt het in blijde... Dan mogen wij niet meer een ander vak. Nee, jullie mogen niet meer een ander vak. Nee, daar zijn we heel blij mee. Goed, okay. Zou dat waarschijnlijk kunnen teruggeven? Dat nee, dat kan, jullie kunnen niet meer teruggeven. Jullie krijgen gewoon natuurkunde. En wel dit. Elektrische weerstand, kracht, lading, arbeid, snelheid, druk. Dat zijn grootheden, die hebben allen een symbool, een letter. Die geef ik jullie. Moeten jullie de grootheid erbij zoeken? Die hoofden alleen al. Van welke grootheid is de hoofdletter F het symbool? Heeft nog iemand niet gedrukt? Bab, B-A-B, de B is goed. Kracht van force. Tuurlijk. Ja. Van welke grootheid is de hoofdletter W het symbool? W. Niemand heeft het dit keer goed. Het is namelijk van arbeid. Work. De W van work. Het is eigenlijk wel heel logisch natuurkunde. Klas A denkt, yes, goed dat we hem weggegeven hebben. Heel fijn. Van welke grootheid is de kleine letter, let op, de kleine letter P het symbool? De kleine letter P. Ja, shit. Oh, fuck. Ik bedoelde... Oh, fuck, oh, shit. Ja. Nou. Ik bedoelde F. Wat zei jij, Daniel? Ik bedoelde F, maar ik deed E. Ja, dat is heel jammer voor je. Dat is absoluut heel jammer, want dan was het goed geweest. Het was F. Ah, en ik zei het nog op tijd. Ja, jury. Helaas. Helaas. Het is een ramp voor B. Van welke grootheid is de hoofdletter I het symbool? I. Let op de tijd. Ruud, je drukte goed. Stroomsterkte, intensity. En de laatste, van welke grootheid is de kleine letter V het symbool? Let op de tijd. Claudia, binnen. Weet je ook... Ik verlos het die, dacht ik, maar... Nou, ik mag geen extra punten geven, want anders zou je ze krijgen. Dan kan ik die F misschien daarvoor ruilen van Ja, ruilen. Joker. Nee, mag niet. Zeg maar, jullie hebben wel 8 punten, zeg, voor deze ronde. Nee. Kijk. Ja, daar is klas A heel blij mee. Maar ja, klas A, jullie moeten nog spelen, hè? Wat voor vreselijk vak komt er tevoorschijn? Oh. Is maar... Klas B op scheikunde, of... Dan gaan we alles verliezen, hè? Ja. Nederlands. Maar eens kijken of jullie hier zo blij mee zijn. Turbulentie, potentie, remiscentie, detentie, abstinentie, frequentie. Zegt het jullie wat? Ja, sommige wel. Oh, sommige nou dan... veel. B zeker. Nee, A. Turbulentie. Ik geef gewoon de eenvoudige Nederlandse omschrijving. Jullie zoeken het moeilijke woord ervoor bij. Ja? Ja. Niet spieken, niet overleggen. Eerste vraag. Wat is een synoniem voor vrijwillige onthouding? Heb ik het over spijs, drank, seks? Daar doet Jan Jaap niet aan. Abstinentie is het. E.
Wat is een synoniem voor gedachte aan iets uit het verleden? Gedachte aan iets uit het verleden. Ja? Ik blijf gewoon C-drukken, ja. Zo. Oh, je blijft gewoon de hele tijd C-drukken. Moet het een keer goed komen. Een synoniem voor afwezigheid. Ja. Hoe vaak zijn jullie bij de conciërge geweest? Heel vaak. Nul keer. Absentie. Bij zusterbroeders. Het synoniem voor onrust, onstuimigheid. Ja, Howard en Jan-Jaap hebben het goed. Turbulentie. Oh, turbulentie. Ik dacht dat het alleen vliegtuig was. Ja. Voor jou wel. Wat is een ander woord voor vliegtuig? Turbulentie. Ja, niet nee. Een luchtzak is ook op verschillende manieren uit te leggen. Ik heb wel eens naast een luchtzak gezeten. Nou, dat wil je niet weten. De laatste. Wat is een synoniem voor onverschilligheid, lusteloosheid? Daar leiden jullie vast niet aan. Onverschilligheid, lusteloosheid. Weten jullie allemaal wel? Indolentie. Hebben we gegokt? Of wel? Ja, nee, ik wist het. En ik ook. Wow, 26 punten voor klas A. Dat is toch wel wat meer punten dan klas B. Dus wat is nu de stand? Klas B, 20 punten. Klas A loopt een beetje voor. 36 punten. Logische problemen vragen om een oplossing. Ja, er valt niets weg te geven. Dit keer 3 vraagstukken. Als je logisch nadenkt, een beetje logisch rekent, dan kom je er en heb je zo 15 punten binnen. 5 punten voor elk goed antwoord. Klas B, jullie mogen nu lekker overleggen, dus de knop hoef je niet aan te raken. Gewoon overleggen, een beetje rekenen en je hebt de punten binnen. Ruud, Boudewijn en Jan Willem delen 210 gulden. Ruud krijgt 2 keer zoveel als Boudewijn. Boudewijn krijgt 1/4 van wat Jan Willem krijgt. Hoeveel, Ruud, krijg jij? Tegen 3 duim natuurlijk. Ja, wat moet je dan doen? Oh ja. En dat is, voor de snelle rekenaars? 70. Ik B. Denk ik ook. Ruud, denk jij dat ook? Jammer. Is A. 60 gulden. Net weer een tientje. Net weer een tientje, ja. Als je Ruud staat tot Boudewijn, staat tot Jan Willem. Zegt jullie dat nog wat van vroeger? De een staat in verhouding tot de ander. Nou, Ruud staat tot Boudewijn, staat tot Jan Willem. Is 2, staat tot 1, staat tot 4. Hij krijgt 2 keer zoveel als Boudewijn. Boudewijn krijgt 1/4 van wat Jan Willem krijgt. Is 2, staat tot 1, staat tot 4. Je hebt dan in totaal 2 plus 1 plus 4, 7 eenheden. 210 gulden in totaal. Kunnen volgen? Nee, helemaal niet. Maar vandaar dat je van VWO naar de MAVO bent gegaan. 210 deel je door 7. Het is waar. Het is echt waar. Het is echt waar, het is niet geloofd. Okay. Het doet wel pijn, maar het ja, is toch... Kijk, wij vrouwen kennen gewoon dat de waarheid is de waarheid. Die willen wij wel dragen. Heb je 30 gulden per eenheid, dan heb je 2 staat het 1 staat het 4. Ruud had die 2 maal 30, 60 gulden. Ja. Tuurlijk, ABC. Wauw, hè? Een woordenboek Nederlands-Engels bevat 10% meer woorden dan een woordenboek Engels-Nederlands. De 2 boeken hebben samen 2000 pagina's met gemiddeld 100 woorden per pagina. Hoeveel woorden bevat het woordenboek Engels-Nederlands? Even okay. Overleggen. Dus 2000, moeten we eerst 2000 keer 100 doen, dan heb je het aantal woorden, toch? Ja, dat is goed. Dat lijkt me logisch, ja. Ja, nou... Ja. Ik vond het wel heel knap. Heel knap. En dan 10% daarvan. Ja, precies. Moeten jullie dan even uitrekenen wat het is? Hey, gokkers jongens, A, B of C? C. Gok nou eens een keer goed. B. Ja, zeg B. Oh, Ruud, je had B. Oh nee. Jij kan B. Oh ja. Ik zei al B. Heel zachtjes. Die 200.000, daar zat je al goed mee, Claudia. Toen moesten de heren het verdere werk doen. Die lieten het... afweten. Ja, die lieten het afweten. Dus 45% moet je ervan nemen. De helft is 50%, maar de een bevat 10% meer woorden dan de ander. Dus 45%. Het is ook aan dovermans oren gezegd. 45% van die 200.000 woorden heb je 90.000 woorden. Goed, ik ga door naar de volgende. Dat zijn figuren. Heel lekker. En mijn vraag is: welke figuur is ongelijk aan de andere 3? En de figuren mogen alleen gedraaid worden. En soms is het goed om op de kleintjes te letten. Is dat zo? Ja, zeker. Het ene pakje is los en die andere staat vast. Oh, ja. Die staat los en dat is vast. Ja,
Nou zie ik het zelf ook. Nee, helemaal niet. Welk had je, Ruud? D. D is goed. Ja, wil je het ons ook nog even uitleggen? Het vakje, of het driehoekje staat los. Ja. De rest ja. Vast. Driehoekje. Oh ja, in die hoek staat anders. 5 punten. Zo, van de 15. Nou, 1/3 goed. Klas A, Mark-Marie, jij mag nu samen met Howard en Jan-Jaap. Jullie mogen overleggen, hardop graag. Ik ben zo benieuwd hoe stand-up comedians nou hardop denken. Eerste vraag, hoeveel vierkanten telt deze figuur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8. Heel goed tellen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dit is ook 8. Ja, ja, heel goed. Twee fietsers komen elkaar om 12 uur tegen en rijden in tegengestelde richting. De een 12,5 km per uur en de ander rijdt 17,5 km per uur. Hoeveel kilometer zijn ze om 13.40 uur van elkaar verwijderd? Moeten we per se hard op nadenken? Nee, hè? 1 uur 40 minuten verder. Dus dan is die ene. Ik denk het verst, 50. Ik denk B. Oh, dan hebben we nu een dilemma. Ja, dat mag je even, waarom denk je, waarom denk nu je een antwoord? Nee, ja, maar we mochten toch overleggen nog? Ja, maar de tijd is om. Howard, wat is het? Ik denk ook B. B. Het was C. Ah, ja. Wat vervelend. Ja, maar je vroeg alleen maar wat ik dacht. Ja, dat was niet ons antwoord. Dat is een valspelerij. Wat denk jij? Ja, dan zeg je, ja, fuck. Dat kan toch niet? Ik heb er echt een beetje ingeluisterd. Ik ga een brief schrijven. Nou, aan me persoonlijk graag. In 1 uur, hè? In 1 uur rijden zij. Zijn ze 30 kilometer van elkaar verwijderd. 12,5 plus 17,5. Zover waren jullie volgens mij ook. Ja, ja, dan is het altijd. 40 minuten is 2/3 van 1 uur. Dus 1 uur plus 2/3 heb je 5/3 uur. Ja? Maal 30 kilometer per uur heb je 50 kilometer. Dat dacht ik. Oké, volgende. Ja. Over koekjes gaat de laatste vraag voor jullie. Oh, oké. Els verkoopt koekjes voor 6 euro per kilogram. Op een dag verkoopt ze 20 doosjes van 0,5 kilogram, 12 dozen van 3/4 kilogram en 4 dozen van 1,5 kilogram. Hoeveel ontvangt zij die dag? Ik denk 120, denk ik. Ja, 120. 120. Ik ga 120. Het niet voorrekenen, maar ik denk 120. Ik zeg niet wat ik denk. Nou ja, wat Jan-Jaap denkt en wat hij zegt is ook niet goed. Oh, zie je wel. Het is 150. Ja, natuurlijk. Het is altijd vast. Ja, je zei nog, ik blijf gewoon zenuwachtig. Ik kan met mensen praten. Els verkoopt koekjes voor 6 euro per kilo. 20 doosjes van 0,5 kilo, 10 kilo, 12 van 0,75 kilo. Dat is 9 kilo. Dan heb je nog 4 dozen van 1,5, is 6. Nou, tel je 10 plus 9 plus 6 op, 25 kilo koekjes. Ja. Dat is 6 euro. Dat is 150 euro. Gelukkig maar voor Els, ja. Heeft wat meer verdiend. Ja, maar 5 punten. Euro nog niet omgerekend. Dat was Els wel, hoor. 5 punten ook voor klas A, dus relatief is er niet zoveel aan de stand veranderd. Absoluut wel. Klas B 25 punten, klas A 41. Zijn de gestelde beweringen goed of fout? Ja, klas A denkt we zijn al binnen, maar dat is nog niet zo. Want in deze ronde gaat het razendsnel met de puntentelling. Iedereen doet namelijk mee en ik reken 5 punten voor elk goed antwoord. Dames en heren, vingers bij de knop van rood en groen. Voor alle duidelijkheid, groen is voor goed, rood is voor fout. En de vragen komen niet in beeld. De ligging van een plaat ten opzichte van de evenaar noemt men de breedteligging. De ligging van een plaat ten opzichte van de evenaar noemt men de breedteligging. Ruud, te laat gedrukt. Jammer. Jan-Jaap, sorry, het is fout. Het was namelijk goed. De Engelse uitdrukking in for a penny, in for a pound, in for a penny, in for a pound, betekent zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Is allemaal goed. Wie A zegt, moet ook B zeggen.
De schrijver Boris Vian was ook jazz-trompetist. Deze Fransman was inderdaad ook jazz-trompetist. Ja. De naam Cobra is gevormd uit de eerste letters van de oprichters Corneille, Brak en Appel. Nee, is niet goed. Die Brak is niet goed. Die Brak hoort helemaal niet bij Cobra. En inderdaad, je hebt het goed, het zijn de plaatsen waar ze vandaan komen. Appel, Corneille, Constant, Jorn uit Denemarken, de Tremont uit België. Het gezegde luidt, al te goed is buurmans hoop. Al te goed is buurmans hoop. Als je het zo zegt. Ja, sorry, het is buurmans gek. Ja, ik kan er geen ander gezicht bij trekken. Het volume van een voorwerp wordt soms uitgedrukt in vierkante centimeter. Het volume van een voorwerp wordt soms uitgedrukt in vierkante centimeter. Het is fout, het is een kubieke centimeter. Mierenzuur is een organisch zuur dat door mieren als afweerstof wordt afgescheiden. Ja. Wordt gebruikt in opkalkers. Nou, jullie gebruiken het blijkbaar allemaal. Is goed. Bel voor de laatste vraag. De verbinding tussen keelholte en neusholte zit nog wel eens verstopt, merk ik. Maar de verbinding tussen keelholte en neusholte wordt gevormd door de buis van Eustachius. Het is fout. Yes! Het is met je oor. Oh ja, natuurlijk. Ja, we zijn niet gek. Nee. We zijn niet gek. 95 om 70. Ik vind toch dat jullie ontzettend je best hebben gedaan, klas B. Ja. Maar ze zijn niet echt ingelopen. De stand. Klas B, 95 punten. Klas A, 136. Maar nu het examen nog. En wie gaat het examen spelen? Dat is degene met de meeste punten in klas A. Wie is dat? Robert? Nee, maar zeg. Oh, nee. Slaap dat nou op. Ik weet niks. Ik weet helemaal niks. Nee, maar je denkt wel eens wat en dat roep je dan. En is het goed? Ik hoop niet dat mijn moeder kijkt. Want, Ga maar hoor. Dag. En tegen wie speelt hij? Ruud? Ah, Claudia. Ja. In volledige vertwijfeling zei Robert Komproe. Succes, hij en natuurlijk Claudia de Bruy. Samen gaan zij het examen spelen. Welke klas haalt de meeste punten en wordt winnaar van herexamen? Na 8 jaar middelbare school, dit ook nog. Het is een eer en een genoeg. Ja, één troost. Howard die ging weg en die zei, ik wist niks. Dus er kan veel gebeuren in deze examen. Tijd. 1,5 minuut duurt die tijd maar. Hier zijn de vakken en de punten die je aan die vakken hebt toegekend. 9 voor Nederlands. Wiskunde 1. Dus je verwacht niet dat je die vraag goed hebt. Maar die van Nederlands wel en die van aardrijkskunde en Engels wel. Als je vragen niet goed beantwoord hebt, je hebt tijd over, mag je een herexamen doen. Oké. Ik zie in je gezicht dat ik gewoon moet beginnen. Graag. Aardrijkskunde. In welk Scandinavisch land ligt de provincie Telemark? Denemarken. Scheikunde. Welk van de basisonderdelen van een atoom is niet geladen? Proton. Engels. Wat betekent one for the road? Een afzakkertje. Biologie. Welk dier ademt door boeklongen? De meikever. Nederlands. Wie stak in mandarijnen op zwavelzuur de draak met zijn collega-schrijvers? B.F. Hermans. Economie. Welke term gebruikt men als een ondernemer zijn product wil onderscheiden van soortgelijke producten van de concurrent? Productdifferentiatie. Geschiedenis. Welke marinebevelhebber behaalde zijn grootste successen tijdens de Tweede en Derde Engelse Oorlog? Piet Hein. Wiskunde. Hoeveel is het dubbele van de helft van 10? 10. Frans, wat is de vertaling van de kast? A, B of C? De kast. B. Ach. Ach. Die wiskunde heb je goed. Ja, het is ziek. Het is ziek. Nee. Geschiedenis, biologie, scheikunde, aardrijkskunde, Frans. Even kijken hoor. Ik begin bij Frans. Okay. En ga dan door naar aardrijkskunde. Je hebt nog 35 seconden. Dat is best nog veel hoor. In welke periode leefde de schrijver François Rabelais? 15e, 16e eeuw. Aardrijkskunde. Op welk eiland ligt de Etna? Op
Sardinië. Geschiedenis. Welke partijen streden in de 14e en 15e eeuw om de macht in Holland en Zeeland? De hoekenkabeljauwen. Biologie. Hoe heet het deel van het oog waartegen een contactlens geplaatst wordt? Netvlies. Nee, netvlies. Scheikunde. Welk element komt naast koolstof en waterstof altijd voor in alcoholen? Stikstof. Ah, jammer. Zuurstof. Oké. Okay. Heb je wel een beetje nodig. Godsamme zo. Maar wel goed hoor. Biologie, scheikunde, aardrijkskunde zijn de enige vakken die je gemist hebt. Ja, waren ook mijn mindere vakken. Nou. Oké. Okay. Claudia? Tof. Dank je wel. Ze mogen niet voor zeggen houden. Nee, ik weet het. En je moet denken, maar dan vervolgens ook het zeggen. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Anderhalf minuut duurt het. Ik moet de antwoorden luid op zeggen. Ja. Oké. Okay. Ik kan ze namelijk niet invoelen. Dit zijn de vakken, de punten die je aan de vakken hebt toegekend. Scheikunde was je slecht in, Engels was je goed in. Mm-hmm. En de rest spreekt voor zich. 2 voor wiskunde, 3 voor Frans. Als je vragen fout beantwoord hebt, je hebt tijd over, mag je herexamen doen in die vakken. Oké. Okay. Ja, klaar? Aardrijkskunde. In welk Scandinavisch land ligt de provincie Telemark? Denemarken. Scheikunde. Welk van de basisonderdelen van een atoom is niet geladen? Proton. Engels. Wat betekent one for the road? Toegift. Biologie. Welk dier ademt door boeklongen? De duizendpoot. Nederlands. Wie stak in mandarijnen op zwavelzuur de draak met zijn collega-schrijvers? Ik vind het wel iets voor meneer Hermans. Economie. Welke term gebruikt men als een ondernemer zijn product wil onderscheiden van soortgelijke producten van de concurrent? Productdifferentiatie. Geschiedenis. Welke marine bevelhebber behaalde zijn grootste successen tijdens de Tweede en Derde Engelse Oorlog? Michel de Ruiter. Wiskunde. Hoeveel is het dubbele van de helft van 10? Dubbele van de helft van 10? 20. Frans. Wat is de vertaling van de kast? A, B of C? De kast. B. Nee. Ik weet niks, dat zei ik toch al? Dat is niet waar. Hou nee, dan moet je jezelf ook aan je woord houden. Dan had je overal kruisen moeten hebben. 7, 5, 8. Dus ik heb nog een paar seconden voor herexamen voor zoveel vragen. Maar het is 31, daar kun je heel veel herexamens in doen. Dat is het aardige hiervan. Heb je ook makkelijke vragen? Zal ik gewoon bij Engels beginnen? Ja, lijkt me een goed plan. Waar zetelen de Britse volksvertegenwoordigers? House of Representatives. Aardrijkskunde. Op welk eiland ligt de Etna? Sicilië. Biologie. Hoe heet het deel van het oog waartegen een contactlens geplaatst wordt? Hoornvlies. Frans. In welke periode leefde de schrijver François Rabelais? B. A, B of C. Wiskunde. Hoeveel graden telt een gestrekte hoek? 90. Scheikunde. Welk element komt naast koolstof en waterstof altijd voor in alcoholen? Je mag het antwoord nog geven, want mijn vraag is... Zuurstof. Zuurstof. En er zit veel meer zuurstof in jouw hersenen dan je zelf denkt. Hmm. Perfect gedaan. 34 punten. Oké. 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 Claudia en Howard hebben het allebei hartstikke goed gedaan. Ik denk alleen dat Claudia het net niet goed genoeg heeft gedaan. Kijk maar naar de eindstand. Klas B, 129 punten. Klas A, 170, de winnaar van vanavond. En om jullie te pesten, heb ik als cadeau nog iets om thuis nog een spelletje mee te spelen. Zowel een boekje als een CD-ROM. Jullie krijgen ze alle drie, alle twee exemplaren. Dankjewel. Ruud denkt alleen maar aan bijpatroon. Oké. Daniel Dekker, Claudia de Breij en Ruud Deel. Kijk eens heren wat ik voor jullie heb. Op de kop weliswaar. 13 delen van video's. 13 video's overzicht van de afgelopen eeuw. Wie weet inspireert het jullie nog. Ja. En nog een CD-rommetje voor ieder. Howard, ik geef jou het eerste exemplaar. Dank je wel. De rest komt nog, want ze zijn met te zwaar. Alle drie. De winnaars van vanavond, Jan-Jaap van der Wal, Howard Tomproe en Mark-Marie Huibrecht. Dit was Herexamen. Graag tot de volgende keer.